how will I say that? I have to speak in English because otherwise my second daughter of mine there or behind me, she will dislike my video again. So I have to try to speak in English for her and for some of people who want to understand what I'm talking about. Hey, hey, what's up, yo? Hello, guys. We're here. We're on the way going to the new house that I told you about last Saturday that we are planning to buy, but we are not sure yet. So here we are again, guys. We're here Saturday and we only see the outside of the house. And now we are going inside the house to see if we like the house. But this is the neighborhood. It's so beautiful. Yeah, this is the outside. It's nice. Green. That's what we want. That's what we like about green. We love nature. So, I'll protect nature. Stel ze gerust. So this is the garden, very nice. So. Oh, is this the extension living room? Zo. Nice. Oh. Welkom, ik ben Thomas. Ik ga het rondje maken. Kijk, ik weet eigenlijk geen gekke dingen. Het is gebouwd 1980. Het zijn de eerste bewoners nog, deze mensen. Ze hebben in de loop van de tijd eigenlijk het huis altijd goed onderhouden. Kijk, weet je, niet anders is het allemaal gelukkig nieuw, maar het is wel allemaal gewoon onderhoud, gewoon netjes. Kijk, je zal zien, het is een mooie grote woning. Hè? Er zit veel ruimte in, grote kamers. Dit was van origine de garage. En hier, dit hebben zij eigenlijk ja, bij de woning getrokken, een soort als tuinkamer. Ook met het idee van misschien dat je in de toekomst hier eventueel een slaapkamer van kunt maken. Door op de begane grond ook te kunnen wonen. Nou, wat zij hebben gekocht aan nieuwe woning, het is een nieuwbouw, maar het is wel zo dat, dat hun nieuwbouwwoning al zo goed als klaar is. Dus dat is wel zeg maar september al ongeveer klaar. Maar met de verkoper zeggen ook een beetje dat de keuken waarschijnlijk hetgene is wat onze eerste aangepast zal worden. So, this is the kitchen, guys. Het kan open. De huurder kan er een open keuken van maken. Yes. Kijk, weet je, je moet even kijken. Kijk, op zich, ik kan er een heel mooi verhaal van maken. Maar op het moment dat je de kastjes een andere kleur zou geven, kan het er nog even mee door. Maar ik kan ook begrijpen dat je zegt, weet je, als ik het doe, doe ik het in één keer goed. En dan maak ik het ook open. Zeg maar. Kijk, welkom op de tuinkamer daarna. Zit er overal vloerverwarming. Dus alleen een tuinkamer heeft geen vloerverwarming. Nou, hier zie je, dit is een mooie kamer in een L-opstelling eigenlijk. Dus daardoor ook een doorzoomkamer, waardoor je ook veel licht hebt hier. Hier zitten openstaande deuren. Zij gebruiken die nu eigenlijk niet, omdat zij meer vanuit die tuinkamer naar de tuin gaan. Maar het is wel mogelijk uiteraard om het te gebruiken. Kijk, die vloer, ja, dat moet je smaak zijn. Weet je? Hij is netjes, hij ligt er netjes in, maar het is een blijfsmaak. Kijk, ik zou wel altijd adviseren op het moment dat je hier wat aan wilt doen, leg er wat overheen. Weet je, het probleem is namelijk als je dit eruit haalt en de vloer voor aanpakken, de ruimte heb je wel. En je hebt ook hier nog wel mooi de ruimte voor een garderobekast. Dus dat is wel prettig. Een grote hardhouten trap. Ja, en wat je ook zal zien is dat je ook hierboven hebt. Kijk, dat is gewoon lekker dat je maar over de dingen ook hierboven van wil hebben. Je hebt een grote. Je hebt dan hier vier slaapkamers. Dit zijn eigenlijk drie vaste kamers. En dit is de kleinste. Op zich nog steeds, als je het slim indeelt, is het nog steeds wel goed in te delen, want het is vierkant. Die behang is gewoon één laag, dus dat kan er makkelijk af. Die kan je niet overheen schilderen. Maar het is verder wel gewoon allemaal netjes. Wat wel lekker is aan deze twee kamers. Is dat ze wat koeler zijn, want dit is de noordkant, dus hier heb je eigenlijk nooit de zon. Okay. Dus deze twee slaapkamers zijn allebei iets koeler. Hier ligt ook een linnette vloer, dit is van de laminaatvloer. Ja, ook daar moet je even bepalen. Maar je ziet gewoon, dit is gewoon 2 meter bed, dus dat kan. Dit is denk ik breedte 1,40. Maar je ziet, ja, kan prima. En ook hier voel je gewoon, het is gewoon koel. Het is hier goed te doen. Dus dat is ook wel heel fijn. En dan heb je aan de voorzijde, ja, dit is eigenlijk de grootste kamer. Deze is over de hele breedte. Dus hier heb je echt een mooie grote kamer. Dit is ook de meest logische kamer eigenlijk om onze hoofdslaapkamer te gebruiken. Kijk, dit bed is gewoon 1,80 bij 2. Dit is de master bedroom. Vaste kasten. Dus dat is ook wel gewoon heel fijn, gewoon 60 centimeter diep. En die zit dus dubbel, dus dat is wel heel lekker. Dus daar kan je wel een hoop in kwijt. Ja, en ook hier dan een raam. Eigenlijk alles wat je nodig hebt, een bad, een douche, toilet, dubbele wastafel. En gewoon weer een beetje te onderhouden. Geen stukje ding. Nice. Maar het is ook twee wasbakken. Mooi. Nee, het is gewoon een mooie aanzet. We hebben al een klein afstapje, die zijn het meest verneinigd. Dus. Kijk, en dit is ook gewoon nog een lekkere kamer.
Kijk, wat hier ook wel heel lekker is, is dat deze kamer ook nog een balkonnetje heeft, zeg maar. Oeh, een balkonnetje. En die zit op het zuiden. Dus je zal hier ook wel, als je hier slaapt, is de kans ook zeker aanwezig dat je dit gebruikt. Het kan ook dubbel open. Dus dat is wel heel lekker. En je hoeft niet altijd met allemaal kasten moeilijk te zoeken, want ze hebben hier een grote kast gemaakt. En aan die kant nog een grote kast. Okay. Dus je kan ook hier je kleding in kwijt. Dan hoef je hier niet te zoeken naar welke ruimte heb ik nodig om mijn kast te... Het is bijna zo groot als je kamer. Ietsje kleiner, dit. En hier heb je dan, ja, wat ik zei, die andere kast. Die is ietsje smaller, maar tegen jou. Ook wel weer nog. Deze wel. Oh, en waar is je kamer? Echt, dit is ook gewoon een mooie. Je hebt een eigen terrasje? Je hebt je eigen terrasje? So this will be, if we're gonna buy this house, this will be her room. And she have her own terrace where she can chill out and do her homework maybe. Or... Dus zij hebben dit niet echt gemoderniseerd. Je ziet, dit is nog wat ouder. Je ziet ook wat ouder, wat simpeler van hangen op, zeg maar, en zo, weet je wel. Maar dit is dan de, ja, een beetje washok. Het is een beetje wat wil je ervan maken. Hobbyruimte, werkkamer, kom ook. Wel een raam nog extra, dus dat is ook wel heel fijn. En dan het hier. Zit daar steenachtig? So this is the office room. Oh. Kijk, en dit is gewoon een hele grote kamer, omdat die dakkapel door mij zit. Alleen ook hier zie je dat het, hè, wat eenvoudiger behang, dat soort dingen. Ze hebben hier gewoon, ze zeggen, ja, wij gaan hier. Dus, ja. Want je hebt natuurlijk geen vernering. Mm-hmm. Dus je hebt hier eigenlijk nog, ja, een hele hoop, hoe heet het? Kijk, zie je hier ook een lampje? Ik zie hier zo intussen geen lampje, maar hier heb je dus ook nog een hele grote ruimte. En dat is wel heel prettig. Ook als die cv-ketel of zo? Ja, volgens mij hangt de ketel. Dit is de hier. Die is uit 2014. Zo, dit is de garden. Het is niet heel groot, maar het moet je niet. Gewoon netjes. Kijk, je merkt dus inderdaad, je hebt wel de zon. Maar het is wel gewoon, je hebt ook een stuk waar je gewoon lekker koel in de schaduw kunt zitten. Het enige is, dat dit is hun berging. Ik weet niet of hier al je fietsen in passen. Want hij is niet zo heel groot. Maar dat zou je dan iets groter moeten maken. Of iets meer, bij wijze van spreken, achterin de tuin dingetje maken. Dat je hem daar maakt en dan vanuit de berging de deur hebt. Dat zou ook. Zij zitten over het algemeen veelal hier in het hoekje. Zij hebben hier eigenlijk dat zitje gemaakt, omdat je daar ook wat meer privacy hebt. Kijk, in de basis is het wel eens waar, mijn voortuin zit, dan ziet iedereen. Maar dat valt hier wel mee, weet je. Bijna niemand loopt langs. En je voortuin loopt in principe... Die townhouse kan je hier zetten, of op daar. Op de rand, zeg maar. Dat is echt je hele voortuin. Mm-hmm. Ja, weet je, het is wel lekker. Het is wel rustig. Wat ik al zei, wat rustiger dan in Amsterdam. Dan ja, inderdaad, klopt. Bij ons is echt druk. Ja, links en rechts zijn restaurant en supermarkt. Hier is geen... Jawel, er zit een dorp en een supermarkt. Eén supermarkt, oké. Het is verder wel echt... echt rustig, ja. Oké. Leuk. Nee, maar het is wel gewoon netjes. Ja, precies. Niet echt, maar als het verandert, so wordt, dan the, ga ik echt hier wonen. This is the main door. Oh! Ja, yeah, you don't have to stop. Ik kies of we gaan wonen of niet. We gaan hier wonen. She loves to live here. She has to decide still. She loves it here. And he has to decide as well. And me. I love it here. But we're the rest is nice. Hoe heet het? This is your neighborhood. Hoe heet very het? Quiet and peaceful. Mama. This is Mama. The whole of the house. Nice. Not. Ik vind het echt heel goed staan. This girl loves it here. She wants to live here already. So we're not sure yet. Nice green. Hello. Hello. Ga je wel hier buiten spelen, Charmaine? Als je hier gaat wonen, of blijf je ook thuis? Omdat je durft. Misschien. Omdat je durft niet buiten. Misschien ga ik hier spelen als er niemand is. Want nu is er alleen maar één persoon. Dus ik ben wel rustig. Dus misschien ga ik dan wel spelen. Ja.
Nou, als het echt bomvol zit, ga ik echt niet. No. I'm not going. Then, if it's really, if it's too many children. Yeah. Why? You're afraid of children. I don't like them. You don't like children. You don't like children. They don't do anything to you. Because the last one where I played with, I don't know how you say. She was being the boss of me. Yeah, and but like not it. All children are the same. Still, I don't like it. I don't like them. They're so little and I'm so big. So you don't like yourself as well? I like myself. I don't like the others. Only yourself. Only yourself. Only my best friend. Oh. And that's Estila, Verpin, Demi, Deborah. Deborah. En Deborah. Ja. Ik weet. Volgens mij heb ik wel meer. Heel Lugarnia, guys. This very peaceful place where really you can beautiful. Just walk and, you know, think something positive. Like, but this is the place where you can film. Yeah. Mama. To think film. And film. Realize that life is beautiful. Love it. I said me. Ik zei film mij toen ik daar op stond, maar u deed niks. Mata bang bibe. I don't know that song. I want to sing this song, but I don't know anymore. Do you like the house? What is that? We have to decide. Yes or no? It's okay. No, you have to be happy. If we are going to buy this house, you have to feel like home here. So you have to feel. If we're buying this house, then it is our home. Yeah, but you have to feel home. Not like, it's okay. You have to decide because you're my parents. No, not like that. That's why we brought you here. So you guys can also decide if you want to stay here or not. I want to stay here. I'm not talking to you. Shut up. Oh, dat zegt hij niet tegen uw dochter. What? Shut up. What it looks like right now, I don't want to move here. You don't want to move here because of your room, because it's smaller than your own room. And also that's the reason. Serieus. Het is gewoon mooi hier. De uitzicht. The neighborhood. Who? Nee, nee, gewoon. In het huis. Don't come closer because otherwise you're going to be. What? Hey, come here. Come back. Come back, Jack. And you? I like it. We're going to live here. Yeah. There, I mean, we're going to live there. And what is your reason why you love to move here? The view, it's green. It's big. What is big? This is not bigger than our house. Our house still, is bigger. Still, my room is a little bit bigger. Your room is. And I just love it. It's sunny. What? Sunny. Sunny. Yeah, sunny. It's sunny. Okay. And I just love it here. Okay. It's. You and you, see, Papa? You don't see anywhere something. What. Who is it up here? What?
als er viezigheid op de grond is? In het gras. Ja, rotzooi, garbage. Ja, yeah, you don't see garbage here. What is the car doing? The motor is running. So means we have to go. Go in the car. So, what do you think, Papa? Twijfel. It's a go or it's not a go? So you don't like it here? Because you have to fix a lot, like rooms and kitchen. Mm-hmm. And everything. Yeah, I thought so too. When I walk in the living room, the first thing I noticed is small. Our living room is much bigger than this one. It's twice bigger and it's more light, I think, than this living room. It's more light. So guys, it's a no. It's a yes. Only this little girl there wants to live here because she loves nature. Asia. And Asia wants also to move here because I think because of the balcony that she have. Huh? The balcony, yeah, that's why she moved here. Because she have her own balcony. And because it's more light than... Yeah, that's the first one. It's more like than her room. This room is smaller than her room now. So, yeah. It's a no. It's a yes! Everyone! No. So, we're not going to buy this house, so we are going to stay in our house. I hate you. There's no beton muur tussen what the man said. Gewoon op de bovenste etage, dat zie je de zuiver en alles, dus het moet helemaal glad gemaakt worden. Zonnek explain, see happy. Er zit, er moeten nieuwe ramen naar boven. De achtertuin is niet groot genoeg om een beschuur neer te zetten. Dan is de hele achtertuin vol, dan kan je er niet meer langs. Want je achter, onze schuur die we gekocht hebben is 3 meter breed, 4 meter lang. Daar kan je dan wel je fiets in, maar voor de rest heb je niks meer aan de achtertuin. Ja? Dat doe ik niet. Alleen als ik met de fiets ga, dan fiets ik 2 uur voor de fiets. Die zei dat het niet te doen was, maar het was wel. Excuse me. Hey! Mama! Stop nou, de keuken. Ja, de keuken moet eruit. Want je kan niet deze keuken deels verhouden. En de muur wegbreken. Dus de hele keuken moet eruit. De vloer. Weet ik niet wat mama daarvan vindt. Ik vind de vloer niet mooi. Maar de vloer kan er niet uit. Ik vind het niet. I don't like the floor either. That's why I ask if that's just a tiles. The style of the floor is not my style, I don't like it. So that's why I thought if we are going to move here, we have to break the kitchen. So we have to break the tiles. The kitchen I don't really like because it's small, so I want open kitchen. And so that's have to change. Really like, but you don't have to break the wall, he said, because if you're gonna break it, so you have to repair everything. So, it's not what we heard school because we're not going to move here. We're 5 people, only 2 love this house. And 3 not. So I hate you. She hates me because we're not going to move here. I hate you. Yeah. So I can live with that, but I cannot live living here. Nice neighborhood, but the house is not really my type. So
if I'm going to move to the house, I have to feel home. Like when you wake up every morning, you feel like, ah, hallelujah. But in this case, if you're gonna live to this in this house, you're gonna say, why? Why? How I wish I stay in my old house. So we're going to stay in our old house. Yes, Cheyenne is happy. Papa is happy. I'm happy. Yeah, okay. And she's not happy. So that's it, guys. So I see you next time. So I think we're going to pass by Starbucks. The Giant Chicken. Oh, the Giant Chicken. Oh, the Giant Chicken. Yeah, the one from yesterday. So yeah. So guys, this is not mine because I have already mine. Saturday is my cheat day. Today is not my cheat day anymore. Today is Monday, so it's a strict diet. So I only have coffee. This is for one of my daughters. So this is for Asia, for me. This is for Charmaine. So I'm going to give it to her. There you go. Thank you. Alsjeblieft. Dank je wel, papa. Ik denk dat het ook niet leuk zachtjes, hè? Ja. De vrouw is oké, de man is dood. Ja. I'm a YouTuber now, you know, so I have to take everything on camera. And everything will be on public now. What is it? Ik zei pas op, het staat hier. Nice coffee. So guys, we're going back to Amsterdam. So we already see the house and we don't like it. But at least I make this one happy. She got her Frappuccino. And the one there behind me have also her Frappuccino. You're still not happy. Come on. You have your Frappuccino already. Still, I don't. Okay. So I cannot do anything anymore. So three no and two yeses and still a no. Today, thank you for watching, and if you like this video, please give me a like. And if you haven't subscribed yet to my channel, please subscribe to my channel and click the notification bell so you always updated to my next video. So thank you guys, and always remember that you're always beautiful inside and